Goedenavond, dames en heren. Wij komen uw aandacht vragen voor een Sleeswijks Nederlandse revue Snip en Snap souvenirs. Misschien omdat hier men wie geen stond, dat ik zo van Holland hou. Waar ik mij bevond op dit wereld rond, voelde ik terstond het heimwee naar jou. Al bloeien de citroenen op vreemde grond, en is de lucht meer blauw. Komt misschien omdat hier men wie geen stond, dat ik zo van Holland hou. Ik weet wel dat de zomer hier zo vochtig is. En dat men de koeienmelk saneert. En dat de belasting achterdochtig is. En ons ieder jaar als schapen scheert. Maar als ik terugkom uit een ander land. En ik zie bij de IJmuidersluis. Weer die vissers zitten aan de waterkant. Dan denk ik toch eindelijk weer thuis. Komt misschien omdat hier men wie geen stond. Dat ik zo van Holland hou. Waar ik mij bevond op dit wereld rond, voelde ik terstond het heimwee naar jou. Al bloeien de citroenen op vreemde grond, en is de lucht meer blauw. Komt misschien omdat hier mijn wieken stond. Zoveel van u gehoor hebben gegeven aan onze oproep tot vanavond. Ik zie weer een hele hoop oude gezichten. Nou, dat ligt aan je leeftijd, hoor. Hoezo? Ik kijk alleen maar naar de jonge gezichten. Nee, ik bedoel natuurlijk oude bekende gezichten. De hele buurt op het theater, dat is één parkeerterrein. Ja, dat parkeerprobleem, dat wordt nijpend. Volgend jaar geven ze alleen parkeervergunningen aan die auto's die helemaal zijn afbetaald. Nou, dan krijgen we plaats zat. Ja. Zeg, weet je wat leuk is? Een hele hoop oude kennissen, zei ik zo even al, hè? De heer en mevrouw Oosterling uit Zeist. Meneer Oosterling, waar zit u ergens? Daar. Ja. Zeg, meneer Oosterling, ik heb een boodschap voor u van de verkeerspolitie. Uw auto is de enige die goed geparkeerd staat. Wel gefeliciteerd. De heer en mevrouw Struve uit Zeist.
Mevrouw Strube, waar zit u? Ik hoor al wat. Ik hoor al zo'n klein gilletje. Mevrouw Strube, u wordt met een dag mooier. Ja. Ongelooflijk. Prettige avond vanavond, hoor. De heer mevrouw Asselman uit de Bestevaarsstraat. Daar zitten ze. Op de vijfde rij. Zeg, daar staan twee plaatsen leeg. Die zijn niet gekomen. Hé, wat gek. Kan toch niks gebeurd zijn? Ik heb geen idee. Staat er een telefoonnummer bij? Jawel. Nou, bel eens even. Vind je het niet een beetje gek? Nou, dat is toch klantenservice? Nou ja, hier. Als jij het niet gek vindt. Vanavond. Nee, dat zijn vaste klanten. Komen ieder jaar, zitten daar altijd op de hoek en die zijn er niet. Er kan best wat gebeurd zijn. Dat moeten we even uitvinden. Zo. Even de telefoon erbij halen. Dus even kijken. Ja. Hallo. Hallo, mevrouw Asselman. Ja, daar spreekt u mee. Mevrouw Asselman, stad Schouwburg Utrecht. Moet u eens luisteren, u spreekt met Muisselaar. U hebt telefonisch plaatsen besteld, maar die zijn niet afgehaald. Er zijn hopelijk toch geen ernstige moeilijkheden. Wel, nee, meneer Muisselaar. Er is niets aan de hand, hoor. Niks aan de hand? Maar vraag dan even waarom ze niet gekomen zijn. Mevrouw, het is erg brutaal. Ik vraag wat de reden is dat u niet gekomen bent. Nou, kijk hè, mijn man die heeft zijn schoenen uitgetrokken en we zitten naar de tv te kijken. Oh. Een enig programma, gesprekken aan de schrijftafel. En mijn man die zegt net, ik ga er niet meer uit. Nee, schat, dat moet je niet zeggen, die mensen niets mee te maken. Doe maar even zeggen bij je telefoon als ik het zelf behandelen. U spreekt met Asselman, met wie spreek ik? U spreekt met Muizelaar, meneer. Oh, meneer Muizelaar, dat treft heel goed. Zegt u maar niets tegen uw collega, maar dat van die tv, dat is maar een smoesje hoor. Mijn vrouw wil niet meer naar de revue omdat ze die Walden zo'n arrogante kwast vindt. Hé hey, jongens, wat zeg je toch niet? Nou, sorry, telefoon, zeg je toevallig een keer wat nog alsjeblieft, mag ik even? Meneer Muizelaar, bent u er nog? Ja meneer, ik ben er nog, ja. Mijn vrouw zegt, ik kan die vent niet uitstaan met dat vervelende gezicht. En ik kan niet om hem lachen. Zeg, zijn ze nou helemaal. Pak jij het even. Hallo meneer Asselman, mag ik uw vrouw even aan de lijn? Ja, hallo. Ah, mevrouw Asselman, u bent niet naar de revue gekomen omdat u die Walden zo'n arrogante kwast vindt, hè mevrouw Asselman? Ja, ik kan er niks aan doen. Ik zeg altijd tegen mijn man, die kleine, die vind ik wel leuk. Maar die lange, nee. Verstond ik het goed, mevrouw Asselman? Zei u, die kleine vindt u wel leuk? Ja, die kleine vind ik een schat. Ja, maar u spreekt met die kleine, dat ben ik, dat is Walden, mevrouw. Oh, nou ja, dan ben ik in de war met de naam. Nee, u spreekt met uw eigen kleine schatje, hoor. Om te gillen. En ik dacht toch altijd hè, dat die kleine Muizelaar heette. Nee, Muizelaar is die lange arrogante kwast die je naast. Nee. Maar kijkt u maar fijn naar de tv hoor, mevrouw Asselman. Dag mevrouw Asselman, dat was mevrouw Asselman. Simsalabim! Ik graag een truc willen vertonen waar ik zelf erg trots op ben, omdat ik hier de eerste prijs mee heb veroverd op het internationale goochelcongres in Bagdad. En ik bedoel hier de eierentruc. Alleen ik heb hier de assistentie voor nodig van twee heren uit de zaal. Zijn er vanavond misschien twee heren die mij heel even... Ja, daar in de hoek. Komt u dan even boven als u wilt. Ja, wilt u even op toneel komen? Ik dank u wel. Komt u maar rustig even door en past u vooral op het trapje. Past u op het trapje? Nee, dat heb ik u juist gezegd. Komt u even door als u wilt. Wacht, komt u even boven, ja? Komt u maar even door, ja? Komt u maar, nou ja, maakt u het. Zo, zo kan het ook. Fijn, goedenavond. Komt u even door naar het midden als u wilt? Zo, prachtig. Misschien wilt u even hier plaatsnemen, heren. Ik dank u zeer. Zo, u links, u rechts. Ik dank u wel voor uw komst. En dan gaan wij dus nu vertonen de eierentruc. En u begrijpt, ik heb hier uiteraard voor meegenomen twee eieren. Mag ik u dan eerst even verzoeken de hoeden in uw hand te nemen? Wilt u zo goed zijn? Ja, even de hoed in uw hand. Ja, ik dank u wel. En u,
Nou, nee, ik bedoel niet... Zo, juist, dat is de bedoeling. En dan zal ik u even laten zien dat ik hier hele gewone eieren voor heb meegenomen. Deze zijn beslist niet getruckeerd, dames en heren, en dat ga ik u even bewijzen. Ik zal dit ei namelijk kapot slaan, zo, en gooien in de hoed van meneer. Zo, ziet u wel, dat is eenmaal. Prachtig. Hetzelfde doe ik aan de andere kant. Ook dit ei sla ik kapot en dat gaat zo in de hoed. Prachtig. Zo. En vervolgens dan, dames en heren, zal ik u laten zien hoe ik deze eieren weer uit de hoeden zal laten verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Abacadabra. Abacadabra. Akalai. Akalai. Simsalabim. En de eieren zijn thans verdwenen. Dames en heren, ik zal u deze truc nog eenmaal vertonen. En ik vestig u nogmaals uw aandacht erop dat ik deze eieren dus uit de hoeden zal laten verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Abacadabra! Abacadabra! Akalai, akalai. Simsalabim! En de eieren zijn thans geheel verdwenen. Mislukt. Dat is me nog nooit overkomen. Maar vanavond heb ik gefaald. Ik heb gefaald. Ik heb gefaald. Thank you.
Zijn, hoor. Ik moet nog even een paar dingen klaarzetten voor de lunch. Zeg, vertel me eerst eens even, hoe is je broer? Is hij erg nerveus? Ach, wel nee zeg, een man van 40 gaat er geen zee te hoog. Hij loopt boven zijn kamer te fluiten. Oh, nou, als die fluit is hij wel gelukkig. Ja. Zeg, vind je niet enig zo'n pasgetrouwd paardje bij jullie in? Ik heb zelf het nestje ingericht. Echt knus. Oh, wat enig, hè. Zeg, mij mag wel opschieten. Hij moet de bruid ook nog afhalen, ja, hè? Ik zal hem waarschuwen. Geef jij nou de bruidsboeket als hij beneden komt, hè? Goed. Stik ik een anje in zijn knoop, schat. En ken je Happy Days? Happy Days? Ja, hoezo? Moeten we zingen als afscheid van zijn vrijgezellenleven? Kom mee! Happy Days are here again, the skies are blue. Wat zijn jullie vrolijk? Het is vrijdag vandaag. Ja? Yeah. Het is vandaag de grote dag. Ja, dat weet ik, maar leuk dat jullie zo met me meeleven. Welke grote dag bedoel jij dan? Het is vandaag 1 juni, het is de opening van het hengelseizoen. Willem, het is vrijdag. Je trouwt vandaag. Wel nee, kind. Dat is pas volgende week vrijdag. Vandaag ga ik met Piet vissen in Vinkerveen. Dat heb ik afgesproken. Het is vandaag je trouwdag. Ja, heus Willem, je trouwt vandaag. Ben ik nou zo in de war? Over een half uur moet we op stadhuis zijn. Het is vandaag je grote feestdag. Ja, het is wel een feestdag, maar hadden ze hem op het stadhuis moeten waarschuwen. Wie laat er nou 2 feestdagen op 1 datum vallen? Klein of vlug om, het kan nog. Hey, ja, je bruidje zit al te wachten. Ja, wie weet wat er in Vinkeveen op me wacht. Ja. Ach, maar sta je dan niet te hunkeren om je eigen vrouwtje in je armen te sluiten? Ik dacht dat ik volgende week vrijdag pas hoefde te hunkeren. Oh. Klein of vlug om, zullen we je helpen? Nee, dat kan niet. De wormen moeten weer in de bloempot. Oh, wat een man. En toen nou, we hebben nog maar 20 minuten. Ja, ik ga al, maar leuk vind ik het niet hoor. Nee. Voor mij is de lol eraf, mag je wel. Ja. Ik zal maar een taxi bellen, maar we komen te laat, dat zie je wel. Natuurlijk, dat halen we niet meer. Goedemorgen, jongelui. Zeg, is Willem al klaar? Schaam jij je niet? Jij als zijn beste vriend. Wat zijn jullie van mannen, Bach? Ach, hij staat helemaal onder jouw invloed. Zou wel door elkaar willen rammelen. Zeg, mag ik eens even weten wat hier eigenlijk aan de hand is? Nou, Willem trouwt vandaag. Hoe komen jullie daarbij vandaag? Ja. Wel, jongens, hij trouwt pas de volgende week vrijdag. Dat is niet waar, hij trouwt vandaag. Maar kinderen, we hebben het een zondagmiddag met elkaar besproken. Hij zegt, ik trouw volgende week vrijdag. Nee. Drie, kijk, kijk, jongens, daar rijden Willem zelf al. Nou, je hebt het zeker al gehoord. We hebben ons verkeken. We hebben ons verkeken? Hoe kom je daarbij? Verkeken? Allee, maar je trouwt al pas de volgende week vrijdag. Hey, jongens, maak me nou niet helemaal van de kluts af. Wat gebeurt er nou vandaag? Haal ik een bruid af of haal ik een brazem op? Willem, luister nou eens even, jongen. Laat je dat toch niet van je apropos afbrengen? We hebben het zo goed met elkaar besproken. Je zegt, Piet, vrijdag is het de grote dag. Dan hoop ik een knoert aan de haak te slaan. Ja, maar zei ik nou in Vinkerveen of op het stadhuis? We hebben het nog over vissen, dan hebben we het over Vinkerveen. Ja. En toen zeg ik, Willem, zorg jij nou voor een flinke klodderdeeg? Om te gaan vissen voor een bruid heb je geen klodderdeeg nodig. Nee, lang, nee, jongens, het spijt me heel erg voor jullie, maar jullie zijn er waar hoor. Jazeker, want ik hoor het Willem nog zo duidelijk zeggen. Piet, ga vrijdag niet naar huis. Of ik moet er eerst 10 in mijn netje hebben. 10 op Vinkeveen. Op het stadhuis krijg je er maar 1. Vanwege de bedsteebeperking. Nou, begrijp ik er niets meer van. Maar jongens, er valt hier toch niks te begrijpen? Nee, er valt niks te begrijpen. Zeg, hou jij je mond nou even. Ja, waar bemoei ik me eigenlijk mee? Moet je eens horen, jongens. Laten we de zaak nog niet overdrijven. Willem is toch niet op zijn achterhoofd gevallen. Die weet toch wel of hij gaat trouwen of wat hij gaat vissen, nietwaar? Jongens, hij zegt, dat moet je eens goed luisteren, dat ik me niet kan vergissen. Hij zegt, jongens, vrijdag moet ik er vroeg bij zijn, anders vind ik mijn plekje bezet. Mijn plekje op Vinkeveen, want dat plekje in mijn lijumeau hoef ik me geen zorgen over te maken. Nee. Nou jongens, je hebt het gehoord, ik ga me omkleden hoor. Ik ben zo weer terug en er is nog nooit een engelaar. Jongens.
Ja, het is een vervelende geschiedenis, jongens. Alles staat klaar voor de bruiloft. Nou ja, zet alles maar weg voor een week, dan zal ik je wel helpen. Ja, over nu worden de warme pastijtjes gebracht. Warme pastijtjes? Lekker, jongens. Nemen we mee naar het viswatertje. 50. Nou ja, dat is de man 25. Nou, dat is net uit. Nee, maar bestel eerst die banketbakker maar af. Ja, zou mijn moeder wat een gek figuur slaan, hè? Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Wat krijgen we nou? Is Willem al klaar? Willem? Waarvoor? Waarvoor? Willem trouwt toch vandaag? Ja, jongens, zijn jullie nou allemaal niet lekker? Willem trouwt vandaag. Die trouwt pas de volgende week vrijdag. Oh nee, kerel, je bent daar buis. Ik leg toch geen 2 tientjes uit voor een hoge hoed en een jacket als ik niet zeker ben? Nee, daar heb je wel gelijk aan. Wat kom jij doen? Wat kom ik nou doen? Het is vandaag je trouwdag. Weet je het zeker? Nou, daar kom ik voor. Trouw ik vandaag? Ja, natuurlijk, je trouwt vandaag. Wat kom jij dan eerst iemand lekker maken? Wat is dat nou? Hoor, vanaf weet ik het helemaal niet meer, hoor. Doe klein af, Lukko. Nog een kwartiertje. Nou, ik heb erop gerekend. Mijn jacket zit eronder. Nou, vooruit dan maar weer, hè. Zeg, Willem. Wat? Je trouwpapieren? Ja, die heeft mijn schoonmoeder gehouden. Die dacht ook, zeker is zeker. Nou, de Willemenbak. De bruidsboeket bedoel ik. Op naar het abattoir. Hé, Willem. Je schoenen! Zitten eronder. Het is me een toestand, zeg. Zeg, luister nou eens even. Ik kan toch maar dat pakje, Arie, naar dat huis? Nee, dat kan niet, zeg. Trek een zwart pak van Willem aan. Zwart pak van Willem, dat is me nog veel te krap. Dan ben ik net een Wiener Sengerknabe. Doe nou maar, hang vlak vooraan. Dan bel ik de banketpak op zo lang, hè? Hallo, met de banketpak, hè? Ja, met mevrouw Smit. Brengt u voor nu de warme pastijtjes? Ja, dank u wel. Ja, dank u. Zeg, Oze, moet je even kijken, moet ik met dat pakje naar het zijn huis komen? Oh. Helemaal uit, jongen. Piet, het is voor elkaar, jongen. We gaan vissen. Willem, jongen, trouw je toch volgende week vrijdag? Nee, dat was verleden week vrijdag. Dames en heren, als bijzondere attractie presenteren wij u onze interpretatie van het bekende en populaire televisiespel Is dit uw leven? U weet natuurlijk allemaal hoe dit spel gaat. Er bevindt zich onder u een persoon die wij voor dit programma hebben uitgekozen. Wij richten de schijnwerper op de heer Kwark uit Huis ter Heide. Dames en heren, dan heten wij de heer Kwark hartelijk welkom. Dankjewel. Nou, meneer Kwark, wij zijn bijzonder blij dat u vanavond gekomen bent. Nou, ik was er al, hoor. Ik zat in de stalling. Dag Marie. Wat zegt u? Ik zeg dag Marie, ik zeg mevrouw gedag. O, mevrouw Kwark. Nou, ik zeg gewoon Marie, wij zijn zo eigen met elkaar. Zo, dus u heeft uw vrouw meegebracht. Ja, mijn vrouw gaat overal met me mee, meneer. Ja, dat is bijzonder plezierig. Soms. Meneer Kwark, alvorens wij uw vragen het middelpunt te vormen van ons programma, moet ik u voor de goede orde eerst vragen, gaat u hiermee akkoord of hebt u bezwaren? Nee, ik geloof dat ik het maar doe, meneer. Fijn, dames en heren, dan vragen wij nu uw aandacht voor Is dit uw leven? Zal ik nog even applaus als u hier voor de... Dood. Ik dacht ineens aan mijn tandarts. Meneer Kwark, gaat u lekker rustig zitten. Als u wat wilt gebruiken, gaat u uw gang. Hier staan sigaren. Laat het u aan niets ontbreken. Nee, meneer, ik red me wel. Hè. Goed zo. Dames en heren, dan zijn wij zover gereed en kunnen wij gaan beginnen met ons spel, meneer Kwark. Naast uw ouders is er nog iemand die een zeer belangrijke rol in uw jeugd heeft gespeeld. U weet dat misschien niet meer zo, maar ik geloof dat de stem nog wel enkele herinneringen bij u zal oproepen. Hier komt namelijk zuster Luidsma, uw vroegere kraamverpleegster. Dag meneer Voorder. Dag zuster. Ja, zuster Luidsma van het groene, gele, witte kruis, dat weet ik nog wel niet. U is flink aangekomen. Ja, dat kan ik van u niet zeggen. Zuster Luidsma, herkent u in deze heer nog de baby die u vroeger met zoveel liefde verzorgd heeft? Nou, meneer herkennen, nee. Maar ik weet nog wel
Hij had een moedervlekje op zijn rug. Ja, dat heb ik nog, meneer. Maar ja, dat kan ik nou niet laten zien. Nee, zeg, zuster, vertelt u eens enkele bijzonderheden uit die tijd. Ja, hij was mijn tweede baby, ziet u. Ik had pas mijn ooievaartje gehaald. Ja, ik was bij de zuster om te oefenen. Ja, zeker. En ik weet nog wel, hij was een echte lekkere spatlas die in zijn badje zat. Nou, maar daar kan ik nog mee terecht hoor, meneer. Oh, je moet me zien in het spatbordenfonds. Sportfondsenbad. Ja. Ja. Maar dat was een knuffelig molletje. Ik kon hem wel opeten. Nou, had u het maar gedaan. Ja. Zeg, zuster, is er misschien nog een of ander voorval dat u zo te binnen wil schieten? Ja. Hij was reuze moeilijk met de voeting, hè? Nee. Ja. Had een hekel aan de fles. Hij gaf altijd de voorkeur aan moedermelk. Ja, ik weet het. Ik vond de verpakking gezelliger, hè? Zo is het. Meneer Kwark! U hebt als baby heel wat keren in de zuster der armen gelegen, maar dat besefte u toen niet. Nee, en als ik toen geweten had, wat ik nou weet, hè, zuster? Dat was La Dolce Vita van Vleuten geworden. Dan danken wij zuster Luidsma hartelijk voor haar komst. Ja, of u maar weg wil gaan. Dag, zuster. Dag, zuster. En ik was zuster Luidsma. Bravo. Ze is nooit helemaal in orde geweest. Goed, meneer Kwark, wij gaan weer verder met ons programma. Ja. Want na uw kleutertijd brak er voor u aan een glorietijdperk en wel uw voetbaljaren. Ah, meneer, voetbaljaren, ja. Nou, daarvan hoef ik u natuurlijk niets te vertellen. Ja, meneer, ik heb mijn trompettertje meegebald. Zo is dat. Mijn balletje meegeblazen. Nee. Nou ja, ik deed ook mee, laat het zo. Ja, laat het daar bouwen. Goed, meneer Kwark, en nu heb ik voor u een grote verrassing. Ah. Wij hebben namelijk een van uw vroegere clubgenoten uitgenodigd. Ach, een van mijn oude clubgenoten, dat is leuk. Inderdaad, kijk eens, u voetbalde niet alleen. Nee, we waren altijd met z'n elfen. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar dat was het een beetje moeilijk om alle elf uit te nodigen. Dat werd te duur natuurlijk, dat voel ik wel. Nou, dat was niet het geval, maar wij hebben ons voor vanavond tot één persoon moeten beperken. Ah. En dan zal ik u niet langer in het onzeker laten, want daar komt die grote verrassing. Hoe heet die ook weer? Wacht, nou, zeg het nou eens. Zeg het nou. Appie, de knoerschutter. Nee, meneer, het was zo. Kwark was keeper en ik was links binnen. Ja, hij was links en hij is rechts binnen ook. Ja, dat is het. Sneeuwde jongen, hoor. Nou, meneer, als hij meespeelde, had ik een zalfje, hoor. Ja. Nou, Kwark, kan jij je nog herinneren wat een fijn partijtje wij getrapt hebben bij SOF? Nou, één ogenblik. Bij wie zei u? SOF. Sof. Ja, sof. Zondags ook voetballen, geloof ik. Ik weet niet wat ik bedoel. Kan jij je nog herinneren op dat drassige weilandje tussen al die koetjes? Oh, meneer, we hebben wat afgedrast. Oh. Ja. Nou, meneer, is ik het op mijn heupen aan? Nou, hij heeft het nog een beetje op zijn heupen. Ja. Dus heren, één ogenblik, wat ik u wilde vragen is dit. Raakt u nooit een koe met die bal? Nee. Wij zetten de koeien altijd in het doel, dan waren ze veilig. Ja! Nee, hij is er nog. Ja. Nou, meneer, u weet
weet hoe het gaat in het leven, nietwaar? Je raakt een beetje uit elkaar. Ja, ja, daar kun je niks aan doen. Nee. En Kwark is verhuisd naar Rotterdam. Ja, ja, ja. Ja, en ik ben overgestapt naar Ajax. Ja. En Kwark is afgezakt naar zo'n provincieclub. Nou, zeg, provincieclub, hè? Ja, kom nou. Ja. Feyenoord. Wat wou jij van Feyenoord? Dat is mijn verleden. Ja, daar ben ik een keer doodziek van, hoor. Feyenoord? Daar ben ik een keer Dat was het buiten gebeuren. Ja. Helemaal mooi. Zal mijn club een beetje laten beledigen, is nou goed. Meneer Kwark, blijft u nou rustig en kalm? Kalm? Ik sta te trillen op mijn benen, meneer. Zal mijn club een beetje laten beledigen, dat is helemaal het top. Meneer Kwark, het is toch maar aardigheid? Voor mij geen aardigheid, hoor. Ik zal mijn club een beetje laten beledigen, is die vet gek. Meneer Kwark, gaat u nou lekker rustig zitten? Ja, gaat u zitten. Ik zal mijn club een beetje laten beledigen, dat is helemaal goed. Kom, meneer Kwark, het is altijd weer leuk een oud clubgenoot te ontmoeten. Oud clubgenoot? Ik ken hem niet eens, meneer. Wild vreemde keer. Kom maar zo'n stuk schuimrubber hier naar binnen met z'n ja. Ik zal mijn club een beetje laten beledigen. Nou, hij is net op tijd weg. Als ik hebben wat opgedreven ga geven, dat iemand helemaal op de straat gerold. Maar dan ben ik er ook aan, jongen. Ik kan niet zeggen wat jullie hebben niet aangegeven. Ja, tonen uit eigen vrije spontane wil. Je moet niet tonen. Je moet niet tonen. Je moet niet tonen. Je moet een programma van jeugd en charme. Zal mijn club een beetje laten beneden. In ieder geval, meneer Kwark, die tijd ging ook weer voorbij. Ja, gelukkig wel. En na deze sportieve periode in uw leven, meneer Kwark, ging u naar zee. Ja, ik zal mijn club een beetje laten beneden. Meneer Kwark, als ik mij goed herinner, werd u toen stuurman op de grote vaart. Ja, nou, ik werd stuurman op een coastertje met suikerbieten. Ja, inderdaad. Ja. Maar meneer Kwark, vertelt u eens. Herinnert u zich nog uit die tijd uw vroegere kaptein? Ach, mijn oude kaptein, Piet Dobberman. Inderdaad, want kaptein Dobberman was toch een goed vriend van u? Wat heet vriend, meneer? We waren boezemvrienden. We gingen met elkaar om als twee broers. We hadden samen één zuster ook. Hij is maandags en ik vrijdags. Juist, meneer Kwark. Zou u het leuk vinden uw vroegere kaptein weer eens te ontmoeten? Ja, dat zou ik wel leuk vinden, maar dat kan niet, meneer. Nou, waarom kan dat niet? Ach, die zal ik wel nooit meer zien, meneer. Die is jaren geleden geëmigreerd. Ach. Naar Texel. Die zit tussen de schaapjes. Meneer Kwark, dan heb ik voor u een bijzonder leuke mededeling. Uw vriend Dobberman is hier. Nee. Ja, dankzij de medewerking van de televisie is ons dit inderdaad gelukt. Nee. Ja, meneer Kwark, hier komt uw vriend en vroegere kaptein Piet Dobberman. Ja. Kerel. Oh, wat vind ik het leuk dat jij gekomen bent. Dat is nou een oude stuurman Kwark. Nou, jongen, hoe vaar je? Nou, ik vaar niet meer, ik fiets. Ja. Ik fiets. Ja. Hoe maak jij het? Crimineel, kerel. Je weet, van 5 jaar geleden ben ik geëmigreerd met mijn vrouw en mijn 11 kinderen te Texel. En heb je het daar goed geboerd? Prima, ik heb er nou 19. Oh, hij heeft nooit van ophouden, we weten. Het is niet fijn, hè? Hij kan het zo mooi vertellen, dames en... die kerel. Ja. Kaptein Dobberman, nu u na vele jaren weer samen bent met uw vroegere stuurman Kwark, nu zal er wel een of ander sterk verhaal uit de bus komen. Oh ja, sterke verhalen met de vleet. We hebben wel zo het een en ander meegemaakt, hè, Kwark. Oh. Ja, het is een klein kereltje, hoor, maar laat hem maar schuiven. Die had in zijn leven een behoorlijke scheve schaats gereden, hoor. Ja. Wat heb je nou, Kwark? Je hebt pijn in je nek, jongen. Wat hebben we nou? Ja. Kun jij je nog herinneren, Kwark? Wij voeren destijds een Las Palmas. Las Palmas, dat was een leuk haventje. Zat ik altijd te vissen op krabbetjes. Hij zat te vissen. Nou, schermaar. Het is nooit een vissertje geweest, maar een jagertje. Bravo, kaptein Dobberman. U gaat hiermee dus beweren
dat de heer Kwark daar ging jagen op groot wild. Nou, groot was het niet, maar wel wild. Niet houden op, joh, mevrouw zit in de zaal. Wat zei je, Kwark? Mevrouw zit in de zaal. Kun je niet verstaan? Zijn kapitein Dodderman, gaat u eens door, want dit wordt een interessant verhaal. Nou, 1932 voeren wij met de Fortuna 2 naar de Canarische eilanden. Ja, daar kwamen we altijd zo'n keer of 2-3 per jaar. Hè. Ja, een half uurtje even om te bunkeren. Ja, ja. Je zuster met die kromme duim een half uurtje. We bleven er altijd een dag of 5-6 hangen. Ja, maar gewoon om... Mevrouw zit in de zaden. Kan ik je vertellen, meneer? We hadden daar een heel klein stamkroegje, hè? Nou, dat was meer een melksalon, hoor. Jazeker. Een melksalon, ja, ja. Maar met vergunning, weet je. Mooi. Zeg, Kwark, hoe heette dat ding ook weer? De Sierkan. Nee. Ja, de Sierkan. De Sierkan. Nee, ik weet het met al. De Zanzibar. Nou, daar kan ik me niks van herinneren, weet je dat? Nou, Kwark, nou moet je een keer ophouden. Mevrouw zit in de zaal. Nou moet je een keer ophouden, hè. Jij weet niks van de Zanzibar, hè. Zal ik je geheugen dan eens opfrissen? Kijk eens even, de Zanzibar, die had een vrouwelijke kastelein. Hey, en die heette Pepita. En dat was met een brok Spaanse peper. Ja. En het mooiste van alles was, hè, zij was verliefd op die kleine Kwark, hoor. Ja, maar dat was voor me trouwen, weet je wel. Nee. Ja. Laat Marie maar in Holland, want ik word te rijden door. Wat dit is bijzonder interessant voor onze kijkers in de huis. Mens, je knijpt mijn schildklier af. Doe niet zo nerveus, je maakt mij ook nerveus. Nou, misschien mag ik nerveus zijn als mijn directeur te eten komt. Lieve schat, begrijp je toch wat dat zeggen wil, de directeur, de grote man, de ongenaakbare. Begrijp nog niet waar ik de moed vandaan heb gehaald om die man te inviteren. Wat is jouw schuld? Je hebt me opgejut. Die man komt en daar gaat het om. En met al dat nerveuze gedoe kun je alleen maar erger maken. Maar lieve schat, begrijp dat toch, mijn toekomst staat op het spel. Eén goed woord van mij, mijn volgende maand procuratiehouder. Eén verkeerd woord van hem en een ander wordt het. Dan moet je zorgen dat hij vanavond tevreden is. Je zit altijd met je mond vol tanden in gezelschap. Wees eens vlot. Vertel eens een leuke mop of zo. Een leuke mop tegen de directeur. Een oerdegelijk conservatief mens, die ga je toch geen moppen vertellen? Ik zal een komische voordracht voor hem houden, de maagd in het bos. Oh, nee, alsjeblieft. Jammer, hè, dat vlotte, dat ligt jou niet. Nee. Maar ik heb vanavond voor een derde man gezorgd en die zal wel stemming brengen. Wat, komt er nog iemand eten? Ja. Wie dan? Mijn broer. Willem? Ja. Ook dat nog. De loge broek van de familie. De getapte jongen op bruiloft en partijen. Had ik al een prettig avondje worden. Als jouw broer één glaasje heeft gedronken, dan gaat hij de gewaagdste moppen vertellen. Als jouw broer komt, kun je rustig die hele promotie vergeten, hoor. Ah, ik zou van tevoren zeggen dat hij decent moet blijven. Ja, dat ken ik. Mevrouw, de stoel. Oh, fijn, ben je weer van hier neerzetten? Oh, dat is fijn, dank je wel. Kijk eens, is die niet mooi? Hoe kom je aan die stoel? Ik heb geleend van mevrouw Boven, een echte directeurstoel, hè? Mevrouw, meneer Willem. Oh, laten we maar binnenkomen. Daar ben ik. U vraagt en wij draaien. Ja. Oh! Ja, daar schrik je even van, hè? Dat is om te lachen, joh. Zo, als je denkt dat ik het leuk vind, heb je het mis. Dag, zus. Dag, jongen. Zeg, is die oude zak er nog niet? Oude zak, je spreekt over mijn directeur. En Willem, doe me één plezier. Verknoei de boel vanavond niet, want ik sta op de nominatie om procuratiehouder te worden. Procuratiehouder? Neem me niet kwalijk. Maar noem het woord procuratiehouder alsjeblieft niet, hè? Nee, nee, zeg, maak geen toespelingen, want dan heeft hij direct door waarom we hem geïnviteerd hebben. Nee, nee, nee. Van mij geen woord, nee, hoor. We hebben jou alleen maar geïnviteerd voor de stemming. Voor de stemming, ja. Ja, maar we wilden wel graag dat je het beschaafd en decent hield. Ja, nou, laat dat maar aan mij over, hoor. Ja. Ah, maar hij zal denken dat hij onder de kerstboom zit. Ik heb een paar hele beschaafde mopjes. Oh ja, verdorie, deze. Misschien ken je hem, misschien niet. Moet je luisteren. Twee motten zitten in een damespantalon. Nee! Ja!
Nee, die kan niet. Wacht, dan heb ik nog een heel decent categorisatiegillertje. Goed, jongen, niet op de gillen. Mevrouw zit in het bad, komt de loodgieter binnen. Willem, nou waarschuwt u voor de laatste maal. Nee, Willem. Nou, meneer Sijpenstein. Oh, ik kom. Oh, daar is hij, hoor. Zeg, zal ik hem een hand geven met het schrikapparaat? Ja, nee. Hallo, met jouw charmante vrouwtje heb ik al kennis gemaakt. En hoe maak jij het? Uitstekend, dank u. Misschien mag ik u even voorstellen, we hebben vanavond nog een gast te dineren, mijn zwager Willem. Ik ben de broer van mijn zuster. Hoe maakt u het? Nou, beter dan de juffrouw die op een speldenkussen ging zitten, want... die zei dat mijn voeten konden slapen, dat wist ik, maar... Hatsie! Nee, later, ja. Zo, als de hele plaats willen nemen. Ja, gezellig, gaat u zitten. Doet u maar net op uw thuis bent. Gladbach, nee!
vertelt het zo enorm leuk, hè, meneer... Ach, zeg maar, Willem, kan jij wat meenemen? Door, Bastiaan. Ja, nou, dan zeg ik gewoon Bas. Die Bas. Zeg, Bas, wat ik vragen wou, wat doe jij eigenlijk voor de kost? Oh, ik ben zo in de verzekeringsbranche. In de branche? U bent toch stellig ook wel verzekerd? Ik kijk wel uit, zeg. Je sluit een verzekering af voor 10.000 gulden en als je de kleine lettertjes leest, krijg je maar 2,75. Ja. Oh. Nee, zeg, dat is toch nog wel stellig overdreven, hè? U bent toch wel verzekerd tegen brand? Ik brand nooit. Tegen rijwielschade? Ik fiets nooit. Tegen diefstal? Ik dief nooit. Tegen stormschade? Ik storm nooit. Tegen waterschade? Ik water nooit. Mijn zwager heeft een goed vooruitzicht, hè? Snij nog uit. Ik heb inderdaad je zwager leren kennen als een ernstig man. Ja, het is echt een man om problemen... Nee, bijna. Nee. Ik bedoel echt een man om profeet te worden. Oh, zeg, profeet? Was toch ook een tikkeltje overdreven? Ja, maar dat wou ik ook niet zeggen, hoor. Nee? Wat dacht je dat ik zeggen wou? Procuratie halen. Ja! We nemen er nog een. Zo, wat was dat? Mevrouwtje, is het gepermitteerd dat ik nu ook even een klein ondeugend mopje vertel? Bas, als je schunnig wordt, ga je de kamer uit. Nee. Het is slechts een politiek ondeugend mopje, hè? Ja, zijn excellentie, professor Liefdink, die had destijds... Ken je hem? Ja, ik heb eens een brief van hem gehad in een blauwe envelop. Nee. Die had destijds tabak van het ministerschap, hè? En toen kwam hij bij de Wereldbank en toen zei die lui daar... Excellentie, waarom bent u eigenlijk geen minister gebleven, hè? Wat denk je wat hij zei? Nou, komt het. Hij vertelt ze lekker smeuïg. Ja. Wacht even, nou komt het. Weet je wat hij zei? Nou? Ik heb er tabak van. Ik snap het niet. Nou, ik ook niet hoor. Maar die kan ik niet vertellen waar mijn zuster bij is. Nee? Op naar de keuken! Moet je luisteren, ik heb hem in een heel klein kroegje gehoord. Nou, ik heb het je toch wel gezegd, je broertje maakt het een klein beetje gortig, hè? Laat hem maar begaan. En trouwens, je baas is in een moordstemming vanavond. Nou, ik zeg je broer gaat te ver. En ik moet weten wat er in die keuken gebeurt. Ah, dank je. Zeg, nou zal ik jullie de mop van de dag vertellen. Hij heeft mij aangenomen als procuratiehouder. Zo, daar staan we dan weer. Ja. Onze eerste uitzending in het nieuwe seizoen zal mij benieuwen wat het wordt, zeg. Ik ook. Vorige seizoen hadden we een kijkdichtheid van 85%. Nou, dat is een prachtige kijkdichtheid, maar bij de Europa Cup voetbalwedstrijden waren er nog meer kijkers. Ja, maar bij ons wordt meer gelachen, laten we eerlijk zijn. Zeg, hoe komen ze er nou eigenlijk achter? Hoeveel mensen er naar zo'n programma kijken? Ja, ik weet, opinieonderzoek. Ze bellen gewoon een paar honderd mensen thuis op. Maar vragen ze die mensen dan, waar zit u dat te kijken? Ja, soms wel, soms niet. En als ze nou iemand aan de telefoon krijgen die op zijn gemak een praatje gaat maken, dan is het zeker dat hij de zendtijd voor politieke partijen heeft aanstaan. Ja.
Zeg, ik zou het wel interessant vinden om dat zelf ook eens te doen. Nou, wat let ons? We bellen gewoon een paar honderd mensen, hoor. Wat vind ik een reuze idee, zeg. Ja. Weet je wat je doet? Kom jij vanavond gezellig bij mij thuis? Ja. Waar woon je tegenwoordig? Oh, ik woon niet meer in Amsterdam. Dat is een heel gemis voor het stedelijk natuurschoon. Ja, dat is een beetje overdreven, maar ik woon op het ogenblik heel erg rustig. Ik woon in Kortenhoef, lekker buiten de stad, heel zalig, rustig. Ben je een forel? Wat ben ik? Zeg, dan ben je een forel. Forens, bedoel ik. Forens, ja. Nee, het is heerlijk zo buiten de stad, zeg ik. Weet je eigenlijk waarof het is, Kortenhoef? Nee, niet precies, nee. Oh, dan wil ik je wel even uitleggen. Luister even, het is namelijk zo. Je gaat Amsterdam uit. Wat? Je gaat Amsterdam uit. Goed voor u. Nee. Daar hebben we niks mee te maken. Nee, je gaat Amsterdam uit. Dan ga je de Muiderstraatweg op en het Weesperzandpad af. Eerst erop en dan eraf. Ja, dat is logisch. Ja. Nou, dan kom je langs een bord, daar staat op Bussum. Maar dat is Naarden en dat hoort bij Huizen. Ja, dat kan een kind begrijpen, niet? Ja, dat is vrij eenvoudig, nietwaar? Ja. Nou, dat bord laat je staan. Ja, ik zal mijn handen wel thuis houden. Nou, rij je zo even door, hè, en dan kom je plotseling aan een tweesprong. Ja. En nu de linkerweg, dat is een zandweg, die moet je niet nemen. Nee, je moet die rechterweg nemen daar. Maar wees een beetje voorzichtig, want die weg die is bestrooid met split. Ja, ik zeg het daarom, want split, dat spat. Ja, dat heb ik al gehad. Goed, dan gaan we even door. Ik hou het zeer eenvoudig, hè. Je neemt het Spaanderswoud aan je rechterhand. Daar stuur ik dus met mijn linkerhand. Ja, goed, als je wil, ja. Nou, rij je door en zie je een bord met Nieuw-Loosdrecht. Dat bord, dat laat je links liggen. Dat staande bord laat ik liggen. Juist, ja. Nou, dan ga je door, dan zie je een bord met Nieuw-Loosdrecht. Ja. En dan moet je even oppassen. Links weer een zandweg, rechts een harde weg met... split, ja, ik weet het. Nee, zonder split. Ah. Nou rij je door, helemaal rechtuit. En dan zie je plotseling een dubbele rij beukenbomen. Ja. Dat is de Iepelaan. Dus ik zie een rij beukenbomen en dan zeg ik, ha, de Iepelaan. Ja, goed. Ja. Die ga je dus in en neem je de vijfde dwarslaan aan je rechterhand. Ja. Daar staat op de hoek een wit huis. Oh. Nou, daar woon ik niet. Oh, nee. Nee, maar 50 meter rechts om de hoek, daar staat een rood huis. Daar woon ik. Dat is me nog niet helemaal duidelijk, kerel. Je gaat de Muiderstraatweg. Op. Weesperzandpad. Af. En dan zie je een bord. Daar staat op Diemen en het hoort bij Duivendrecht en het is... Het is de Slotervaart. Nee, dat is Huizen. Huizen, ja. We gaan verder. Ja. Nou rij ik een heel eind recht door en dan kom ik bij het Spaanderswoud. En dat neem ik in mijn linkerhand. En dan vier ik oud en nieuw in Loosdrecht. Dan kom ik aan een hele lange laan, dat is de populiere laan, maar die heet Dennenlaan. Nee, dat is de Iepelaan. De Iepelaan, maar het is de populiere laan. Goed. En dan kom ik op een weg met de splitsing, daar is links ligt Spit. Ja, ja, ik weet wat je zegt. Rechts Macadam, daar ga ik op. En dan de vijfde dwarslaan op de hoek is een wit huis. Maar daar woon je niet. Nee, en dan nog 50 meter verder rechts om de hoek een rood huis en daar woon jij. Nou, dat is toch stom eenvoudig, ja, weet je dat nou? Het is me toch te gecompliceerd, hoor. Weet je wat je doet? Kom jij vanavond bij mij thuis. Dat is goed. Waar woon jij dan? In dat witte huis, bij jou op de hoek. Oh. Ja, binnen. Ja. Goedemorgen, dokter. Ogenblikje. Ja. Nee, mevrouw, die misselijkheid die komt beslist niet van die pillen. Maar doet u mij een plezier, belt u in de loop van de middag nog maar even op, hè? Ja, goedemiddag, dag mevrouw. Ja, binnen. Goedemorgen, dokter. Goedemorgen. Ik zei toch al binnen? Ja, ik was al binnen, maar omdat u zei ogenblikje, was ik weer buiten. Tje. Nou, neemt u even plaats. Dank u wel, dokter. Zo, hoe is uw naam? De Brieder. De Brieder. En uw voornamen? Herman Jan Jacob. Herman Jan Jacob. Maar ze noemen me altijd Zakkie. Dat is wel vreemd, hè? Ja. Hoe komt dat zo? Weet ik niet. Als ze roepen Herman Jan Jacob, dan kijk ik niet. Maar roepen ze, hé, Zakkie, dan kijk ik wel.
Daar ben ik aan gewend. Ja, ja. Meneer de Brieder, komt u particulier? Nee, dokter. Fonds. Fonds. GZ510300. Is dat uw autonummer? Ja, nee, dat is mijn fondsnummer. Mm-hmm. Nee, ik heb geen auto. Ik ben een zebra. Zo. Nou, vertel maar eens even, meneer de Brieder, wat zijn zo uw klachten? Nou, dokter, ik draaide gisteren in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistortje. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappelklier en toen zag ik sterretjes en hup, daar lag ik. Mm-hmm. En hoe is dat ongeval gebeurd? Nou, het was geen ongeval, want dan liep ik in de ongevallenwet, maar ik loop nou in het ziekteverzuim. Goed. Maar, wat zijn dan de verschijnselen? Ik heb helemaal geen verschijnselen gehad, dokter. Maar beste brave man, daar praten we er toch maar een beetje omheen. Wat mankeert u dan? Nou, dat weet ik. Ik dacht dat u dat wist. Ik? Ja. Hoe kan ik nou weten wat u mankeert als toch niet eens weten wat de klachten zijn? Nou, kom, vertel me nog maar eens even kalm en duidelijk. Wat is er nou eigenlijk gebeurd, hè? Nou, ik draaide gisteren in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistortje. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappelklier en toen zag ik sterretjes en hup, daar lag ik. En toen zeiden mijn collega's, gut, zakkie, wat zie jij bleek, zeiden ze. Ja, met stuurman, mevrouw Elsenburg. Hé, dat is heel erg vreemd. Ik zou zeggen, houd u het voorlopig maar flink warm. Ja, en ik kom in de loop van de middag nog wel even langs, hè. Ja, neemt u maar iets warms. Ja. Cognacie. Ja. Goed, mevrouw, ik kom in de loop van de middag wel even langs, hè. Ja, goedemiddag, dag mevrouw. 7:50. Nee, dokter, Fonds. Ja, maar dan slaat hij de buur. Oh, ik dacht dat u al af wou rekenen. Zeg, komt u daarbij? Gaat hij weg? Nee, ik ga niet weg, even mijn handen wassen. Oh, gaat zijn handen wassen. Ja. Zo, nou, meneer de Brieder, kort en goed. U zag dus van die, hoe noem je die net ook weer? U zag van die nippeltjes, hè? Ja, nee, ik zag sterretjes. Dan komt ik draaide in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistortje. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappelklier en toen zag ik sterretjes en hup, te lachen. En toen ik weer bij, ben weer bijgekomen ook. Yeah. Nou, stel je dus voor, je was niet bijgekomen, wat dan? Ja, yeah, dan had u me nou gemist, hè? Yeah. Ja, inderdaad. Maar zo is het nog niet. Zeg, steek uw tong eens uit. Nou, oh, u hebt nog een mooie tong. Ja, is nog een oude van voor de oorlog. meneer de Brieder, wat is uw beroep? Mijn beroep? Ja. Dat zei ik net. Ik draai in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistortje. Van een wat? Een transistortje, een draagbare radio om mee te nemen in de hand naar het woud. Ja, dus heb ik het goed begrepen, heb u werkt op een radiofabriek, hè? Juist, dokter. Ik sta aan de lopende band. Ik sta en de band loopt. Ja. Stel je nou eens voor, die band staat stil en u moet lopen. Wat dan? Ja, nou, dat is nog nooit gebeurd, dat weet ik. Nee, maar willen we dan alsjeblieft een beetje opschieten? Ja. Ik heb nog meer patiënten. En ik zit hier per saldo niet voor Tjuma. Wat zei u? Ik zit hier niet voor Tjuma. Nee, werk voor uzelf, dat wist ik. Alsjeblieft. Nou, meneer de Brieder, vertel nou eens even kalm en duidelijk. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ik draaide gisteren in de fabriek een boutje aan het nippeltje van een transistor. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappel. Stuurman. Klier. Alsjeblieft. Nee, mevrouw, ik heb het toch zo even al gezegd. Nee, neemt u nou 1 capsule meer per dag. En ik kom straks wel even aan. Maakt u zich maar niet ongerust. Alsjeblieft. 7:50. Zo, nou, meneer de Brieder, u zag dus boutjes. Ja, nee, ik zag sterretjes. Daar komt ik draaien. In de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistor. Toen kreeg u een steek in uw pijnappelklier. U zag sterretjes en hup, daar lag u. Jongen, dat weet ik nog wel, meneer. Ja, maar dat weet u allemaal van mij. Nou, van wie zou ik het dan anders moeten weten? Nee, het heeft niet in de krant gestaan. Meneer de Bieder, kunnen we nu eindelijk beginnen? Dan geeft u dan eens behoorlijke correcte antwoorden. Hoe laat gaat u s'avonds naar bed? Nou, dat hangt er vanaf, dokter. De AVRO is in de regel nog wel op tijd, maar de NCRV loopt nog wel eens stukken uit en dan blijf je maar zitten kijken. Maar goed, als u s'avonds in bed stapt, slaapt u dan vlug in? Nou, ik dommel een half uurtje, maar dan ben ik wel vertrokken. Mm-hmm. En wordt u nog wel eens wakker? Ja, dokter, iedere morgen. Ja, dat is wel fijn, hoor. Ja.
En dan zeg ik tegen mezelf, ha, daar is Zakkie weer. Ja. Nou, beste brave man, dat bedoel ik allemaal niet. Ik bedoel, wordt u wel eens zo even midden in de nacht wakker? Nou, een dood enkele keer moet ik er midden in de nacht wel eens even uit. Oh, moet u dat weten? Ja. Nou goed, dat weten we dus. Is u getrouwd? Jawel, dokter. Prachtig. En eet u goed? Ja, uitstekend. U ook? Ik eet prima. Ja, ik ook lekker hoor. Het smaakt me ook allemaal lekker, hè. En ik eet alles, alles eet ik. Alleen uien, uien moet ik niet te veel eten. Ik vind het lekker hoor, ik hou ervan. Maar ik moet het niet te veel eten. Zo, heb je er last van? Nou, ik niet. Nou, een andere vraag. Drinkt u? Nou, graag, dokter. Is u nou helemaal razend geworden? U gelooft toch niet dat ik u wat te drinken zal aanbieden? Nou, kijk u maar wat u in huis heeft, kan mij niet schrijven. Maar man, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, wat is het toch moeilijk om u iets aan het verstand te brengen? Ik bedoel, is u een liefhebber? Ja, hoor. Zo. Dus af en toe, dan neemt u er wel eens een. Nou, voor het eten neem ik altijd twee rechtop en neer met een scheut. Mm-hmm. En dat bekomt u wel? Ja. Ja, nou, dan vind ik dat wel goed. Ja, ik vind het ook wel goed. Dus, hey, wat is uw gewicht? 60 kilo, dokter. Bloot. Dat is te weinig. Nou, ik doe het er maar mee. Ja, stil. En wat is uw leeftijd? 55, dokter. Ik word gauw 57. Nou, alsjeblieft nou, meneer. Mag ik nou alsjeblieft weten hoe oud u bent? Nou, raai eens. Ja, raai eens. Wat valt er aan te raaien? 56? Ja, het zal wel. Fijn. U bent 56, hoe oud is uw echtgenote? 22, dokter. Ja, dat is te weinig. Nou, ik doe het er maar mee. Heeft u er al lang moeite mee? Met die vrouw, nee. Nee, je mag niet zeggen hoor, de lekkere meid. Ja hoor, zeg het allemaal hoor, die vrouw van die zak niet hoor, de lekkere meid hoor. En ik zie het zelf ook hoor, echt waar, de lekkere meid hoor. Ach, maar man, wat kan mij dat schelen? Nee, kan u niet schelen, maar mij wel hoor. De lekkere meid hoor. Ja, nou meneer de Brinter, die lekkere meid van u laat mij koud. Ja, maar mij niet. Nee. Wilt u nog alsjeblieft eindelijk eens ophouden met die lekkere meid? Ophouden? Ik ben er net mee begonnen, we krijgen dat. Lekkere meid, hoor. Wat zeg je daarvan? Meneer, het interesseert me niet of ze lang is of ze dun is. Nou, u krijgt van mij toch geen nadere bijzonderheden. Lekkere meid. Nou, meneer, de Pieter nu is uit. Die lekkere meid, hoor. Ja, dat kan wel zijn. Doet u me allemaal plezier, dan geeft u behoorlijk antwoorden. Dan stelt u zich niet zo aan. Ja. Luister eens even, meneer de Bieder, kort en goed. Ik bedoel, heb ik er lang moeite mee? Huh? Met die sterretjes en met die nippeltjes. Nou, gisteren voor het eerst, dan komt ik draaien in de fabriek. Een boutje en een nippeltje van het transistortje. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappel. Stuurman. Klier. Hand toch eens. Toch eens even je kleren. Oh, pardon. Tegen een plant. Ja, neemt u me niet kwalijk. Dat was even een vergissing van mij, ja. Nee, doet u mij een... Nee, komt u nou maar liever op mijn spreekuur. Daar heb ik alle apparaten. Smiddag tussen 2 en 3 uur, hè. Ja, dat is goed. Goedemiddag. 7:50. Die weer handen wassen. Dat loopt nog lekker op, hè, met die 7,50. Ja. Dan draai je de hele dag een boutje en een nippeltje van een transistor. Stopt u dan met die transistors? Jawel, dokter. U is geestelijk overspannen, meneer. En daar vandaan die nokjes voor je ogen. Nou, het waren geen nokjes, het waren sterretjes. Dat kan me niet schelen, meneer. Maar ik moet het kalmer aandoen, in een rustiger tempo. Dat kan niet, dokter. Waarom kan dat Kijk, niet? Kijk, ik sta aan de lopende band, hè. En links van mij staat mijn collega Elsevier, hè. En die hangt een inductortje en een condensatortje. Rechts staat Lurk. Die drukt een buisje aan het nokkie van het asje. En ik draai een boutje en een nippeltje van het asje. Kennis, wat was dat? Arbeid.
gezondheidsvitamine. Dat is het. Wat heb je nodig? Meneer, dan moet ik u eens één ding wassen. Dan moet je natuurlijk u moet ophouden hebben. Met al deze waarschijnlijken, begrijp ik. Anders hou je in gesprek, dan kan je niet... Ik zat aan de telefoon. Meneer de Brieder, dat is een patiënt. Dat kost u 7,50. Meneer, meneer, luister eens even. Ja. U moet het kalmer aandoen. Ja. Met het oog op uw gezondheid. Dat kan niet, dokter. Waarom kan dat niet? Als ik sla bak staan, die andere voor Jan Boterletter. Maar kan die Boterletter dan in de gedeelte van uw werk het handen nemen? Er werkt bij ons helemaal geen Boterletter. Nee. Hier staat Elsevier, daar staat Burg, hier staat Zakkie. Ga hier. Met Zakkie, dus. met stuurman. Nee, mevrouw Botermoer. Botermoer? Nee, mevrouw, ik ben echt niet dronken. Nee, maar er zit hier een man met een scheve pijnappelklier. Nee, dan moet u op mijn spreekuur komen en kan ik toch niet per telefoon genezen. Nee, dan moet u bij Loen de Palingboer zijn. Nee, natuurlijk niet. Ja, prachtig. Ja, goed mevrouw, eet u maar yoghurt. Zo, 7,50. Nee, blijft u maar zitten, dat heb ik al gedaan. De handen wassen. Meneer Boterlurk. Nee, de Brieder, de Brieder. U staat aan de lopende band. Ja, dokter. En u draait sterkjes op een lurk. Nee, nee, ik draai een boutje aan een nippeltje van een transistortje. En dan? Krijgt u weer telefoon, moet je... Stuurman, op het ogenblik heb ik geen gelegenheid. Nee, dan kom ik na het spreekuur wel even uw moer aandraaien. Uw moer! Nee. Nee, dag meneer Elsevier. Was dat Elsevier? Nee. Meneer, we gaan verder. Dokter, uw handen, u vervuilt helemaal van de zeden. Meneer de Brieder? Ja. Wilt u ophouden? Ja. Ik kan er niet meer tegen, hoor. Als u nog één woord zegt, meneer, dan zie ik sterkjes. Oh. Dan moet ik naar een psychiater. Steek uw tong eens uit. 7,50. Meneer, verdwijnen, ga eruit. Verdwijn van mijn spreekuur af, meneer. Uitzicht. Allemaal bloembollen. Bij helder weer kan je hier Schiphol zien, weet je dat? Ja. Zeg, we moeten eens even kijken welke antenne we moeten hebben. Nou, het moet er een zijn die met een klembeugel aan de schoorsteen vastzit. Oh, daar zal het deze wel zijn. Ja. Ja. Dus even kijken of er aan mankeert. Nou, dat zie ik al met een half oog. Die staat verkeerd gericht. Die wijst met zijn ene pol naar Roenen aan de Vecht en met zijn andere naar Purmer aan de Rent. Dus dan staat hij dwars op Lopik gericht en dan krijg je dwarsstrepen op je beeldscherm. Oh, zeg, waar ligt Lopik? Waar het altijd gelegen heeft. Zo'n beetje in die buurt. Ja. Zeg, willen we nou eens even kijken of we dit ding zo met de hand kunnen verdraaien? Misschien zit hij wel los. Ja, misschien zit hij los. Dus even kijken wat we kunnen doen. Ja, geef hem maar een slinger, kun je uitschrijven. Hup. Geef hem een slinger, joh. Stop. Nou staat hij nog veel te ver, joh. Nou wijst hij met zijn ene pol naar Duitsland. Maar luister dat dan zo nou? Jazeker. Televisie, dat zijn etergolven, hè. Kijk, nou heb je hier bijvoorbeeld heb je Bussum, hè? Ja. Nou komt uit Bussum, Ageet Scherphuis aan het golven, hè? Kijk, hier heb je Ageet Scherphuis. Is dat Ageet Scherphuis? Ja, nou ja, platter. Ja. Maar aan de andere kant, in Duitsland, nou wil zij een kanaal 4, hè, Ageet. Ja. Maar aan de andere kant, in Duitsland, daar zit Hans-Joachim Koelekamp en die komt aan... Zo. En die wil in kanaal 9, hè?
Maar als je antenne nou verkeerd gericht staat, dan komt Ageet Scherphuis in de beeldbuis klem te zitten met Hans-Joachim. Ja, en dat geeft storing. Al was je het zelf. Goedemorgen, heren. Dag, mevrouwtje. Lekker kapje koffie. Nou, mevrouw, dat zal er wel inglijden, hoor. Het is hier nogal fris. Ja, we staan hier maar open en bloot, hè. Ja, nou, drinkt u dan maar lekker warm op, hè. Ja. Wie van u is de baas? Nou, allebei en eigenlijk geen van beiden, mevrouw. Wij werken op cacao. Oh, op wat? Op cacao. Op cacao. Hij heeft iemand uitgevonden, hij werkt op cacao. Nee, jongen, je werkt op CAO. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik, ja. En weet je nou wat het betekent, CAO? Geen benul. Nee, collectieve arbeidsopslag. Proost. Nou ja, mijn man is gelukkig op kantoor. Nou, dan zit hij overdag warm. Ja, en s'nachts ligt hij lekker warm, hè. Wat drinkt u voorzichtig. Is het ook te heet? Nee, maar ik geniet er langzaam van met kleine lebbertjes. Nou, dat is lekker, mevrouw. Ja. Ja, ja. Het is net mokka. Ja. Echt wat je noemt met liefde gezet, hè. Ja. Nou, ik kom straks wel de kopjes halen, hè. Heel vriendelijk bedankt, hoor, mevrouw. Dag, mevrouw. Heel vriendelijk bedankt. Wat haal je me nou uit? Waarom gooi jij die koffie in de schoorsteen? Ik hou niet van koffie. Hij houdt niet van koffie. Ik lust het niet. Hij lust geen koffie. Ik mag het niet hebben ook. Weet je, koffie is heel slecht voor je hach. Voor je wat? Voor je hach. Voor je hach? Als je veel koffie drinkt, dan krijg je koffiehach. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Zeg, waar zit je hach? Nou, ja, ergens net achterom je mild, weet je. En dan schuin langs je nieren. En dan zo'n beetje recht tegenover je leverpastei. Heb jij nog nooit van je leven koffie gedronken? Nooit, nooit. Als ik Adam was geweest en Eva had me willen verleiden met een bakje koffie, dan hadden we nou geen overbevolking. Nou, dan ben ik toch maar blij dat er in Nederland nog vrouwen zijn. Voor mannen zoals ik die wel van koffie houden. Yeah. Met hun hart recht onder hun petticoat. Zo, zal ik nog even bijschenken? Ik zeg net tegen mijn collega, ik hoop dat er nog een bakkie is. Maar natuurlijk. Ja, en u ook? Nou, als u het missen kan. En hij is nog lekker sterk, hoor. Ja, hij is roetzwart. Nou, mevrouw. Hoe vindt u het uitzicht hierboven? Nou, als ik het eerlijk moet zeggen, mevrouw. U bent het kijkgeld wel waard, hoor. Proost, mevrouw. Ja. Wij weten wel weg met een kopje koffie. Nou, al was het een liter. Oh. Nou, dat zou niet goed voor u zijn, nee. Hoor. Nou, werkt u prettig, heren. Dank u wel. Morgen. Mevrouw. Het idee al een hele liter. Nou ja. Willem, wat is het toch jammer dat jij geen koffie lust? Nee. Het is mokka, jongen. Het is net of er een engeltje zo over je tong fietst. Nou, heren, een lekker warm bakje koffie, hè? Nou. Dan leggen we het werk even voor stil, hè, Willem? Ja, daar staan we nou echt naar te snakken. Ja. Oh. Ik weet precies wat een democratisch mens toekomt, hè. Ja. Van die hoge heren moet je die hebben. Nee, die kan er geen koffie zetten. Nee. Eer brengt een arme weduwe 6 kleine kinderen groot, als dat 6 rijke kinderen haar helpen in de nood. Waar slaat dat nou weer op? Maar ik mag toch ook wel eens wat zeggen, niet? Ja, kijk, in die eenvoudige buurten hebben de mensen veel meer hart voor een procederend individu. Dat is hier eigenlijk luisteren. De moderne bewustzijnsvernauwing, die komt het meest tot uiting bij de progressieve deelnemer.
van een projectieapparaat. Die beseft dat de conservatieve bestrijding harmonische gevolgen is van de index tussen de prijzen. Er zit het helemaal niet in. Nee, het zit er nog niet in. Nee. Weet u... Komt er even bij. Ja, luister jij even. Ja, ik luister even. Weet u wat wij moeten? Weet u dat? Nee. Wij moeten de regering... De goede maas. Moeten we geheel... En eruit. En zo is dat. Zo is dat. Ja. Ja. Luister even. Ja. Zo is het helemaal. Inderdaad. Ja. Ja, nou, u is wel een doorzettertje, hoor. Ja. Dat wel. Maar... En dan zonder doorberekening. Ja. Ook nog. Maar wat ik u even vragen wou, meneer, loopt u momenteel ergens in? Wat bedoelt u? Nou, in de ziektewet of zo. Nee, ik zit op wachtgeld. Wegens gewetensbezwaren. Oh. Kijk, ik werk principieel nooit in een week waarin een vrijdag voorkomt. Voelt u? Gelijk. Ja. Gelijk. Nou, heren, laat hem niet koud worden. Nee, laat hem niet koud worden, hoor. Nee. Daar gaat hij, hoor. Hup, hij zit er weer in. Goed zo. Het is altijd van mij. Ik moet er niet aan denken. Stel je voor. Het is er wel wat. Willem, kom vooruit, jongen. We gaan aan het werk. Ja. Anders komen we tot dit. Wat zei moeder? Ze zei, ga maar eens een lekkere verse pot koffie zetten voor die arme mannen op het dak. Ja. Yeah. Die zullen er best trek in hebben, nou, hè? Nou, u bent echt een oase in de woestijnen. Wij zijn twee uitgedroogde kamelen, hoor. Zal ik daar meteen maar even inschenken? Nou wil ik u even een handje helpen. Hou hem maar onder het tuintje. Ja, dat is goed, hoor. Lekker vol. Zo, lekker vol. Lekker vol. Ja, doe er maar suiker en melk in. Ja. Nou, een klontje of zeven. Ja. En u? Nee, helpt u hem maar, helpt u hem. Heb jij vanavond een succes gehad op de kegelclub? Nee, ik begrijp het zelf niet. Ik had het nooit eerder gedaan en meteen hup achter elkaar. Ram, vijfmaal, alle negen. Hoe bestaat het er? En zonder doping. Die zes oude klaartjes kan je geen doping doen. Nee. Inderdaad niet. Maar zeg, ik zou je één ding zeggen. Jij moet meer op de club komen, Willem. Yeah. Ja, ja, want jij hebt het in je handen, hè, om meester kegelaar te worden. Zeg, wat is het stil op straat? Zeker een voetbalwedstrijd. Voetbalwedstrijd? Weet je hoe laat of het is? Nee. Het is al half twee. Half twee in de nacht? Ja. Want om 1 uur sluiten de cafeetjes. Dan ben ik nog niet jarig als ik thuis kom. Nou, maar je vrouw zou nou nog wel slapen. Ja, nou. Oh jee. Oh jee. Is ze erg lastig? Nou, als ze slaapt niet, maar als ze wakker wordt, slaat ze om als een blad op een boom. Willem, er is voor een getrouwde man maar één remedie. Geef je vrouw een tv. Dat heb ik gedaan. Nou, dan kan je toch wel rustig de deur uitgaan. Wel, nee, als het spannend begint te worden, wil ze mijn hand vasthouden. Dat hoef jij niet te accepteren als hoofd des gezins. Ja, maar als ze kwaad is, beschouwt ze hem als het hoofd des juts. Willem, jij hebt je vrouw veel te veel verwend. Je had de baas moeten blijven, hoor. Leer dat van mij. Jouw haan moet koning kraaien. Ja, maar mijn kip kakelt terug. Laat hem maar kakelen. Laat hem maar kakelen. Ik wil aan jou het schelen. Maar jij bent his master's voice. Zij is het hondje. Het hondje. Een Deense dog.
Willem, je moet eens goed naar me luisteren, jongen. Ik wil me niet met je, huwelijk bemoeien. Maar weet je wat jij bent? Een Piet Lut. Een Piet Lut. Begrijp je wel? Jongen, heb jij dat nou nodig om zo onder de duim te zitten? Verzet je. Nee? Verzet je. Ga in de ondergrondse. Een man met zo'n voorkomen, een man met zo'n figuur. Met zo'n noeste blik. Af en toe. Willem, ik ben een goede vriend van je, dat weet je, hè? Maar nu moeten er nog eens even harde waarheden gezegd worden. Spijt me, Willem. Luister eens goed naar mij. Als jij ergens binnenkomt, dan komt er niks binnen. Niks. Maar ja, de deur gaat open. Maar dat is alles. Maar als ik ergens binnenkom, dan zeggen ze... Daar heien hem. Daar heien hem. Man, wat ben jij taalkundig ononderontwikkeld. Daar heien hem. Ja, daar heien hem. Wat is het dan? Daar heeft je hem. Beste Willem, ik wil met jou niet debatteren. Dat heeft toch geen nut. Maar wat ik nu zal zeggen, dat zal heel hard aankomen. Spijt me voor jou. Je bent geen man. Echt niet, Willem. Jij bent geen man. Zou ik me zo vergist hebben? Het spijt me, maar jij hebt geen inhoud. Ik heb net gegeten. Ik bedoel daarmee, jij hebt geen geestelijke inhoud. Ik heb het je zo even gezegd, Willem, als jij ergens binnenkomt, komt er niks binnen. En zo is het. Begrijp je wel? Spijt me, Willem, maar jij bent er niet. Wat is het? Jij bent er niet. Laat me nou eens aannemen dat ik er niet ben. Tegen wie sta jij dan zo te schreeuwen? Tegen wie ik sta te schreeuwen? Tegen een broek met een hoed op. Je vergeet het middenrif. Nou, dat is er dan ook nog. Maar ik kan je wel... Willem, jongen, leer toch van mij. Wie betaalt de huur? Ik. Wie betaalt de belasting? Ik. Wie betaalt de kleren van je vrouw? Ik. Wie betaalt het eten van je vrouw? Ik. Wie betaalt de borrel van de man? Ik. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Hij wordt wakker, hoor. Ik begin ineens klassebewustzijn te krijgen. Heel goed. Ik voel me gewoon een melkbrigadier. Willem, zet je in positie. Zet je borst op. Wees voor niemand bang, Willem. Zet op die kast. Hup. Vooruit, zet hem op. Nog meer. Hup nou, hup nou. Zet hem nou op. Ja, meer zit er niet in, joh. Dat kan ik... Nee, goed, laat dat maar weer zakken. Zo is het ook goed. Willem. Ja. Nog geen goede raad. Als jij straks thuis komt, hè. Ja. En je vrouw die zegt iets. Ook maar iets wat jou niet bevalt. Meteen de kattenbel aanbinden. Goed, ik ben nou door het dolle heen. Ik ga meteen naar huis. Ik laat de haan kraaien, kukkelukuk. Ik grijp de poes. Maar haal ik zo gauw een bel vandaag? Dat heeft er niks mee te maken. Ik herhaal nogmaals, Willem, het volgende. Als je vrouw wat zegt wat jou niet bevalt, dan zeg je tegen haar, dat lust ik niet. Dat lust ik niet, zeg ik dan. Nee. Weet je wat je dan moet doen als meester Kegelaar? Nou. Dan zet je 9 bloemenvazen zo op een rijtje. En meteen hup alle 9. Goed. Ik hou van jouw woorden. Ik ga naar huis. 1 woord wat me niet bevalt. En ik zet 9 bloemenvazen op een rijtje. En hup, lang. Dan liggen ze. Alle 10. Nee. Alle 9? Alle 10. Zij zelf ook lang.
ik voet schoor. Zeg, Willem, hoor eens. Gooi jij tegenwoordig hier? Het mag niet zo'n kabaal meer. Geen kabaal. Zeg, Piet. Ja? Die sleutel doet het niet. Oh, nee? Wat is dit voor een slot? Pils. Een pils? Nee, slip. Nee. Ja, hoor. De deur zit aan de binnenkant op de nachtknip. Daar gaan de 9 bloemen vassen. Maar dan moet ik er wel eerst even in. Ja, dan zou je even moeten bellen. Zeg, ze doet niet op. Ik ga voor die ene nacht net zo lief bij het leger de zeil slapen. Zeg, ben je er een raam open staat? Ja, dat is de slaapkamer. Daar staat altijd een raam open vanwege de milieuhygiëne. Maar dan ga je dan door het raam naar binnen. Maar geen slapende honden. Geen slapende honden. Ga je even opzetten. Kom, ik ga even erop zetten. Hier, huppakee. Hé! Hey! Wou jij inbreken, vader? Ja, agent! Ik bekend. Dat zal wel een dag in het politiebureau worden, denk ik. Dat heb je al goed gedacht, meester. Maar die vent is getikt, die woont hier. Ach, meneer, die smoetjes die kennen we. Nou. U dacht zeker dat de politie achterlijk was, hè? Ja, dat dacht jij, maar dat is niet zo, hoor. Laat ze maar lopen. Zeg, Piet? Ja? Volgens mij rijdt hij op een vouwfiets. Geworden. Zijn vrouw doet niet open als die belt. Oh, meneer het kerk, ik ben zelf ook getrouwd, ziet u. Oh, ja. Ja. En dan zeker agressief als u een beetje aan de late kant bent, hè, meneer. Agressief? Ja, meneer. Mijn vrouw? Ja, meneer. Als kung fu. En dan het treiteren en niet open doen. Heren, dan is er maar één weg. Het raam doorklimmen. Slaapt uw vrouw hier bij dat raam, meneer? Ja, klimt u maar in binnen, meneer. Voordat zij wat zegt, meteen 9 bloemen vastgebreid. Nou, nee, heren, kijk, voor een zware jongen ben ik niet bang. Maar voor een vrouw, nee. Dan moet u toch echt uw eigen bootje maar doppen. Ik ga nog even er onderin. Goedenacht. En zal ik voor jou naar binnen gaan, hè? Ja, klim jij dan. Kan jij de deur even openmaken? Tel maar op. Ja. Zo. Hé! Hey. Ik dacht dat ik jou binnen was. Je vrouw is er niet. Ligt ze niet in bed? Nee. Dan is ze me gaan halen bij de kegelclub. Oh, dan heb ik een idee wat jij nog moet doen. Je gaat naar binnen. Je gaat in bed liggen, je trekt je pyjama aan en als je vrouw thuis komt, zeg jij dat je dan lang binnen bent. Trek mijn pyjama aan, dan lig ik al lang in bed. Ja, moet alleen zien dat ik er even. Ik zal proberen door de brievenbus. Wacht even, ja, hoor. Ja. Even kijken of het haakje erop. Ja, zeg, ik kan er zo bij. Hé, hey, daar komt je vrouw aan. Oh. Nou, nee. Dag mevrouwtje. Dag meneertje. Jongen, u is ook nog laat aan de wandel. Vindt u? Ik wandel de hele dag, van 's middags drie tot 's nachts, een uur of twee. Nou, dat is een hele tippel. Gaat nogal. Zo. Is u lid van een wandelclub? Nee, ik ben freelance. Zo, en waar loopt u nou zo, als ik vragen mag? Op de Sintelbaan? Nee, de binnenweg. Nou, ik vind het heel sportief, mevrouw, maar ik zit liever gezellig thuis voor het raam. Ja, ik ook, maar het mag niet meer.
Mevrouw, neemt u me niet kwalijk, maar u woont toch hier, hè? Ja, zeker. Wat oh, even meekijken, dat is reuze gezellig. Nou, ik vind het zeer vererend, mevrouw, maar het is nogal laat geworden. Zie u volgende keer graag. Zeg, hoe wist u mijn adres? Komt u van buiten? Nee, ik kom van binnen. En het adres heb ik van Willem. Van Willem. Ja. Nou ja, ik vraag nooit naar namen, ze liegen toch. Willem? Ja, Willem, uw man. Welke man? Nou ja, dan moet je een keer ophouden. Welke man? Willem de Kegelaar. Ik heb vanavond met hem gekegeld. Hele sportieve familie, hoor. Hij kegelt en u wandelt. Ach, nee, ik heb toch helemaal geen man. Althans, geen vaste. Ik woon hier alleen. Ga ik nou even mee. Oh, jongen, ik geloof er is wat aan de knikker, hoor. Zeg, mevrouw, dan moet ik u nog wat vragen. U is toch mevrouw Willemsen? Wel, nee. Ik heet Irma van de Does. Wacht eens, Willemsen? Is dat zo'n klein schiel mannetje met een geruit hoedje? Ja, mevrouw. Oh, maar die woont daar, 3 deur verder. Nou, mevrouw, dan heb ik wel een verrassing voor u. Dan ligt er op dit ogenblik een vreemde vent in je bed. Vreemde vent in mijn bed? Ja. Nou, ik ben niet bang, hoor. Nee, maar het is een stevige jongen, hou daar reken ik mee. Ja, maar ik heb altijd mijn stiletto bij me, hoor. De raad moet ie! Heb gekegeld. Ah, nee, zeg, Piet, heb jij even een tientje voor me? Meneer, zou u misschien even een tientje kunnen wisselen? Ik heb een dubbeltje nodig om te telefoneren. Een dubbeltje? Dat kost er tegenwoordig een kwartje. Nee, dat is toch een hele oude cel. Daarom ga ik altijd hier, kost hier maar een dubbeltje. Nou, een tientje wisselen is allemaal zien wel gaan. Maar dan van het losse dubbeltje zetten betwijfel ik. Nee, meneer, ik kan u wel voorlopig gaan 4 examens helpen. Dan kunt u nog een examen van mij wisselen. Moet u ook telefoneren? Ik was eerst. Nee, ik moet niet telefoneren. Waarom wou u dan een examen wisselen? Nee, u moet een examen wisselen. Nee, een tientje. Ik heb geen examen. Snap je dat er niet? We hebben een tientje en ik heb 4 examens. Als je mij dan een tientje geeft... Nou, wat dan? Dan heb u het toch voorlopig klein. Oh, dan heb ik nog geen dubbeltje, maar dan is het vast wat klein. Ja, alle nou, ik begrijp gewoon wat u bedoelt. Hè? Is er wat met die andere hand? Nee, maar die wou ik even bij dat telefoonnummer houden. Als ik dat ook kwijt, hè? Dan leg het even bij dat nummer neer, dan heb je nog allebei je handen vrij. Ja, dat is een goed idee. Dan zal ik u even die 4 examens geven. Ja, dan krijgt u van mij dat die verrek. Ja. Nou ben ik ineens mijn portemonnee kwijt. Daarnet had ik hem nog. Hoe kan dat nou? U was de enige die bij me in de buurt stond. Zeg, ga nog gauw een beetje door. Hij ligt op het telefoonboek. Oh. Daar had ik hem zelf neergelegd. Wat kan een mens toch suf zijn? Ja. Hé, hey, zeg maar, kom ik tot de ontdekking dat ik maar 2 examens heb. Heb u misschien nog meer tientjes? Moet u dat weten? Ja, heb u misschien 3 tientjes? Waarom vraagt u dat? Zal ik u vertellen, ik heb een biljet van 25 gulden en ik heb 2 examens. Als u mij nou 3 tientjes geeft... Nee, ik hoef maar 1 tientje te wisselen. Ik heb maar een dubbeltje nodig om te telefoneren. Dan krijgt u nog van mij 2 examens. Nee, een tientje heeft 4 examens, daar kan u aardig mee uit. Nou, luister dan, moet ik je nou helpen, ja of nee? Wel, maar als het me te duur komt, dan hoeft het niet. Ga mij nou eens even die 3 tientjes van u. Ja, even kijken. 1, 2, 3. Ja. Zo, prachtig. Zeg, kijk eens, er komt een dame aan. En die kan misschien wel een examen voor u wisselen. Weet u wie dat is? Nee. Ose Rasmussen. Ah, mevrouwtje, zou u misschien even een riksdaalder kunnen wisselen? Ik heb een dubbeltje nodig om te telefoneren. Riksdaalder wisselen? Ja. Nou, moet ik wel even mijn tas taken. Dan moet u me even helpen, want ik heb ontzettend veel erin zitten. En hij zit helemaal onderaan. Ja, ik zie het, ziet u? Ja, ik zie het. Ja. Wat is dat? De pil. Nee. Heeft u van mij 2 kwartjes? Waar is dat voor? Hoe bedoelt u, waar is het voor? Nou, u vroeg me 2 kwartjes. Ik dacht dat u liep te collecteren voor het leger des Heils. Ik voor leger des Heils, die malle meneer. U vroeg me dat om te wisselen. Oh, voor het wisselen, ja. Ja, als u me nou een riksdaalder geeft en 2 kwartjes, krijgt u van mij 3 gulden. Ja, als een kwartje zat, hoefde ik geen riksdaalder te wisselen.
Waar of niet, je verfijn hoor. Nou, u bent maar degene hoor, nou dat weet ik het niet. Zeg, luister nou eens even die twee kwartjes, lekker ik u aan helpen. Oh, zou u even die chemicaliën weer op kunnen bellen? Oh, ja, wacht even. Zo, dan moeten we even afrekenen, meneer. Ja. Hier heb u 25 gulden. Ja. En hier heb u een rijksdaalder. Ja. En die andere rijksdaalder is voor mevrouw. Ja, dat klopt. Kijkt u van mij 3 gulden, hè? Juist, en dan krijgt meneer van mij 2 kwartjes. Ja, nou heb ik wel kwartjes, maar daar schiet ik nog geen fluit mee op. Maar ik heb een nummertje nodig om te telefoneren. Nou, wacht dan even. Zal ik nog even voor u kijken? Moet u me wel weer even helpen, hoor? Oh, ja, want hij zit nu helemaal onder. Ja, ja, anders kan ik er niet bij. Nee. Ja, ik heb hem, hoor. Oh. Even kijken wat ik voor u doen kan. Nee, ik heb wel 3 losse dubbeltjes. Oh, kunt u geen kwartje wisselen? Nee, ik heb geen 5 cent. Oh, wacht eens. Misschien kunnen we het anders doen. Als u me nou een kwartje geeft en 5 cent... Kijkt u van mij 3 dubbeltjes. Ja, geeft u mevrouw nou eens een kwartje. Ja, dat heb ik al. Zo, en dan doe ik er een stuiver bij. Klopt helemaal. Kijkt u van mij 3 dubbeltjes? Ja. Ja, ik lach wel, maar ik ben niet blij. Nou, dat was een hele rekenerij, maar we zijn eruit gekomen. Nou, ik word vriendelijk bedankt. Wil u die gevelversiering weer even ontdekken? Oh, ja. Fijn weer vergeten. Dank u wel, hoor. Wel bedankt, hoor. Ja, nou, ik ga ervoor door. Dag, mevrouw. Dag, mevrouwtje. Ja, en u ook wel bedankt, meneer. Nou, kan ik tenminste telefoneren. Ja, dat zeg je nog wel. Maar nou, zweek met die 3 dubbeltjes. Nee, die zijn voor mij. Nee, voorlopig zijn ze van mij. Nee, die mevrouw die gaf die dubbeltjes omdat ik er een nodig had om te telefoneren. Dan krijg ik eerst van u een Rijksdaalder. Toen 2 kwartjes en zo even heb ik die dame nog een stuiver gegeven ook. U denkt zeker dat ik van sociale zaken ben? Nee, meneer, dat denk ik helemaal niet. Oh, gaat u liever in de bijstand zwemmen? Hé, nog niet met deze oog van de toren blazen. Dat ben je helemaal niet lekker. Laat maar de zaken eens fatsoenlijke mensen even behoren kregen. Even behoren kregen. Luister nou even, meneer. U had 3 tientjes in je portefeuille. Ja. Nee, 5. Goh. 5, maar de rest kan me toch niet schelen? Ja, maar u zit er aardig naar te vissen. Meneer, u had 5 tientjes in je portefeuille en je wisselde 3 tientjes bij mij. Nee, 1 tientje, want ik had maar een dubbeltje nodig om te telefoneren. Ja, maar dan ben ik geen tientje wisselen kon, daarom gaf u mij toch 3 tientjes. Ja, die gaf ik wel, maar daar vroeg u zelf om. Toen gaf ik u toch een biljet van 25 gulden en 2 rijksdaalders. Nee, 1 rijksdaalder. Dat klopt, want die andere rijksdaalder voor u, die heb ik toch immers aan die mevrouw gegeven? Ik had helemaal geen rijksdaalder, ik had alleen 1 tientje. Dat weet ik wel! Nou. Hoeven we niet ineens te gaan schrijven, dat is helemaal niet nodig! Nee! Luister meneer, ik had 2 rijksdaalders en u had het 1 tientje. Ja, u probeert het maar. En luister ik nou heb even. Liever niet dat u aan mijn lichaam komt. Nou, je lichaam interesseert me niet. Wordt u er niet aan gaan staan pulken? Ik heb die mevrouw een rijksdaalder gegeven. Ja, van mijn geld. Nee, van de melkboerse centen. Er was geen melkboer bij. Je staat maar wat te kletsen. Maar van mijn geld was geen melkboer te bekennen. Ik heb die mevrouw een rijksdaalder gegeven. En nu 2 kwartjes. Toen gaf die vrouw, die gaf me 3 gulden. Toen heb ik die mevrouw een kwartje gegeven. Ik deed er een stuiver bij. Toen gaf ze me 3 dubbeltjes. Als je mij nog 3 kwartjes geeft, krijgt u van mij 3 dubbeltjes. Als ik u 3 kwartjes geef, dan geeft u mij 3 dubbeltjes. Ja. Yeah. Dat zou je wel lussen, je moet er geen slaatje uitslaan. Nou, ik heb je slaatje niet nodig. Ja, we kennen dat van mij 3 kwartjes, van een ander weer 3 kwartjes. Zo komt Jan Splinter door de winter, hè? Meneer, u moet rustig en kalm blijven. Ik ben kalm, iemand die eerlijk is in geldzaken hoeft zich niet op te winden. Nee, maar laat me eruit nog toch niet uitkleden? Niet nodig, doet u straks maar bij de dokter. Uw bloeddruk staat boven de rode streep. Dan ben ik fatsoenlijk ingegaan op uw voorstel om te wisselen. Want u moest dubbeltjes hebben. En nou heeft u de dubbeltjes. Die probeert u aan mij over te doen voor kwartjes. Dus een doodgewone kwartjesvinder. Wat afgelopen. Zei jij, kwartjesvinder? Kom eens op als je durft, lafaard. Mevrouwtje, wat komt u nou doen? Ja, ik vind het ook niet leuk, maar ik heb mijn geld nageteld. We moeten ons toch vergist hebben. Ja, dat kan niet anders. Ik kwam even afrekenen. Ik gaf u 3 gulden en 3 dubbeltjes. Dat is 3,30. Ja, ja. Kijk terug, een rijksdaalder, een kwartje, 5 cent. Dat is 2,80. Komt 2 kwartjes tekort?
Geef van u. Nee, van die melkboer. Ja, het is net van hier. Nou begint die weer. Wat wou je nou? Een dubbeltje om te telefoneren. Wou jij een dubbeltje hebben, ja, mijn jongen? Hier, daar heb je een gulden van, maar dan kan je een paar repen kopen voor je kinderen. Nog behoefte aan wat geld? Pak mijn hele portefeuille nog. Hey, textiel hebben. Hier heb je mijn jas. Hier heb je mijn hoed. Hier heb je mijn jasje. Hier heb je mijn dasje. Ja, ga maar door. Ga maar door. Ik word helemaal gek. Joelalaeti. Hoeveel zit erin, Willem? Dikke 100 gulden. Nog even doorzetten, vrouw. Nog één zo gek en jij hebt morgen je nieuwe wasmachine. Ze zaten in plantsoen, twee oude vrienden, te praten over toen. Twee oude vrienden, de een zei weet je nog dat jij, de ander knikte en hij zei, koos hetzelfde vak dat jij beminde. De een zei, hoe lang is het nou, het is bijna 40 jaar, gaat gauw. Twee oude vrienden. Ze lopen samen naar een kroegje, samen drinken ze een glas. Samen zitten ze te dromen, hoe het vroeger was. Ze drinken samen kleine kelkjes, omzien zonder wrok of spijt. Klinken op de oude vrienden, uit de ver verleden tijd. Ze zijn weer 20 jaar. Twee oude vrienden, de herfst speelt in hun haar. Twee oude vrienden, de een zegt ik heb geld genoeg. Ze sjokken samen naar een kroeg om bij een slok het verleden weer te vinden. Daar dromen ze achter een glas, hoe goed en mooi het vroeger was. Twee oude vrienden. Twee oude vrienden, de herfst speelt in hun haar. Twee oude vrienden, de een zegt ik heb geld genoeg. Ze sjokken samen naar een kroeg om bij een slok het verleden weer te vinden. Daar dromen ze achter een glas, hoe goed en mooi het vroeger was. Twee hele oude, twee hele dikke vrienden.